s'avonds laat, ver na mijn bedtijd, met in de ochtend een lange dag gepland waar ik alle energie voor nodig zou hebben. Maar ik bleef maar denken en ideeën gingen door mijn hoofd. Maar toch kon ik niet die motivatie vinden om ze te realiseren. Wellicht te weinig vertrouwen in mezelf. Het smoesje van te druk te hebben met school heb ik ook al lang verteld tegen mezelf. December 2023. Ik voel me redelijk leeg van binnen. Precies of ik iets mis. Een rouwproces dat ik alleen door moet staan. En het enigste wat ik kon denken, gaat mijn passie terug ontwaken uit zijn winterslaap. Tegen mezelf, elke keer weer, botste op mijn onzekerheid. Elke keer deed het zeer koud en donker. Dat is het momenteel. Het is niet de eerste keer dat ik mijn motivatie verlies. Afgelopen tijd heb ik een aantal keer gehad dat ik mezelf leeg voelde en ik echt een nieuwe start wou. Ik denk dat de twee uitwisselingen voor mij echt belangrijk zijn geweest. Ik ben hier opengebloeid en heb motivatie gevonden om mezelf te blijven. Ik had nog nooit zo'n support gekregen van mensen om nieuwe dingen te proberen. Fuck it, ik moet ze terugzien. Het is soms zo heerlijk dat je je niks aantrekt van je omgeving, dat je gewoon je eigen ding doet, even de riemen en controle los kan laten. Dat is vrijheid. Ik heb dit meer proberen te doen als ik een idee heb. Niet te lang over nadenken waarom, maar meer over hoe. In plaats van eeuwig na te denken of ik het zou doen, na te denken hoe ik het ga doen. Minder uitstellen en meer in het moment leven. Zo. Ha. Ja. Dus als afsluiter geef ik je graag mee. Opinies van anderen zullen er altijd zijn. De vraag is of je je eigen plezier daardoor laat beïnvloeden. Laat controle soms eens los. Kijk wat er op je afkomt. Je kan er vrienden en ervaringen voor het leven mee maken. Het is uiteindelijk makkelijk om jezelf te vergelijken met iedereen. Maar uiteindelijk is jezelf blijven het moeilijke. Zelf eens een moeilijke. Muziek, amper gsm's boven in het publiek. Iedereen kent dat.